Goedemorgen, het is zaterdag. Ik moet heel grappig vertellen. Oh. Deze kan helemaal onder die kast. Laat me zien. Ja, ik heb een levendig kindje. En die wilde even Lego bouwen. Dus we zijn Lego aan het bouwen. Maar ze liet een rondje vallen. En die rolde helemaal door de kamer. Dat vindt ze mega grappig. Dat vind ik gaaf. Oh, mega gaaf. Zal ik even proberen hem op te zetten die jij er niet op kreeg? Geef hem maar. Ja, deze is echt heel moeilijk. Hij is echt heel moeilijk. En ik heb dadelijk... straks een verrassing voor jou. Heel leuk. Wat een blije reactie. Het is echt heel leuk. Ik heb me aangekleed. Oh, jij gaat nu. Oh, dan hebben we nog de kerstkaarten. Gaan we doen. Zeg je papa nog een dag? Doei, doei, papa. Doei, doei. Gaan we de kerstkaartjes doen? Ja. Oké, doe maar wel zo open, hè. Ja. Oh. Hebben we er nog 3. Leuk, hè? En we zetten ze altijd allemaal in de boekenkast. Dus dat is dan... mee kerstversiering. Ziet er wel te gezellig uit, hè? Hey, iemand die mijn naam goed heeft geschreven. Dat gebeurt niet heel veel. Eens kijken van wie is die? Ria. Van Tante Ria. Tante Ria heeft mijn naam goed geschreven. En dit is gewoon familie. Dus... en deze is zo goed dichtgeplakt dat ik hem niet open krijg. Van wie is die? Ik ben benieuwd. Beert en Inge. Ja. We hebben al een van Beert en Inge gekregen. Nee. Ja. Nee, ik niet. Wel. Wel grappig, want dat is Marco's tante. Jij mag hem uithalen. Mag jij kijken van wie die is. En dat was mijn vroegere juf. Dus hoe klein is de wereld dan? Echt heel grappig. En? Fred en Irma. Fred is een fotograaf met wie ik vroeger foto's maakte. Fred en Irma. Ja. De loer. Ja. Wat een leuke kaart. Ik vind hem wel... hij is wel anders, maar ik vind hem wel heel leuk. En nu ga ik Sarah heel blij maken, want ik heb iets voor haar en dat weet ze nog niet. En... oh, ik ga het op een leuke manier doen, want dat vind je altijd leuk. Mag je hier komen zitten? Dan ga ik even de camera klaarzetten en kijken of het lukt wat ik wil doen. 3, 2, 1... Zijn te veel? Ja. Verrassing! Zo, het is helemaal vol. Ja, zal ik het even aanpakken en dan gelijk kijken. Ja, deze is wel dubbel. Maakt niet uit. Maakt niet uit, ik ga even het lijstje erbij pakken waar ik had geschreven welke we dan nog moeten. Want ik heb echt geen... weer dubbel. Wat? Ja, dat komt. Geef maar. Voordat ze allemaal achter de bank vallen. Mama, had ik deze al? Volgens mij niet. Nee. Die had ik nog niet, hè? Nee. Dus die nu wel. Deze hebben we niet. Dubbel. Kijk. Ja, dat heb je als je er al een aantal hebt, dan krijg je veel dubbel. Maak ik ook een dubbel. Je hebt wel heel veel pech met heel veel dubbelen, terwijl je er toch nog wel aardig wat nodig hebt. Ik heb al 22. Ja, nu 23. En deze? Niet dubbel! Nee, en deze? Voor mij ook niet, hè? Jawel. Deze is sowieso nieuw. Ik dacht dat je die verkade ook nog niet had. Nee, deze heb je ook nog niet. Dus, kijk maar, dat is deze. Niet dubbel. Ik heb eentje dat nog niet dubbel is. Welke is... oh, de molen. Die is zo leuk. Even kijken, de molen. Dat is deze. Oh, hij draait ook echt. Wat leuk. Die niet dubbel. Die.
Weer de rol, ik heb weer deze. De bol. Heel veel mensen missen de brug en jij krijgt de brug elke keer. Maar de brug kan je natuurlijk wel 2 of 3 keer opzetten, dat is wel leuk. De Red House is dat. Ja, deze hadden we ook al en die ook. Er zijn echt heel veel, hè? Dubbel! Ja, kijk hoeveel er zijn je achterkant. Ja. Oh, dit is ook weer dezelfde. En welke staat? Die weet ik niet. Even kijken. Is dat deze? Ja, die had je nog niet. Dubbel chocomelk halen. Dubbel, die heb ik ook weer gekregen. Ja, ja, die zijn we dus wel. Die zakjes weer aan onze oren. Hé, hey, weer de brug. We hebben echt ook weer de brug. Ik haal hem. Had je die al? Ja. Ik weet het niet zo goed. Ja. Dan kijk het even voor de zeker net zei het ook van 1. Nee, niet dubbel, niet dubbel, niet dubbel. Dit is de snackbar. Oh, wat leuk. Ja. Dus deze, de Remia. Oeh. Oh, die had je ook nog niet, hè? Je mama heeft deze heel. Deze hebben we nieuw. Dubbel, 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 dubbel. Oeh. Jij, dat is de laatste, denk ik. Ja? Doe jij maar. Die hadden we wel. En die hadden we net ook. Nou, je hebt er toch weer een hoop bij. Ja. Ik heb er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al zo sneu. Zij had er net mijn moeder gebeld of ze langs wilde komen. En ik wist toevallig dat mijn opa een cadeautje voor Sarah aan mijn moeder had gegeven. Maar ja, mijn moeder is binnen en Sarah ligt zo. Oh, zo sneu. Maar oma heeft wel het cadeautje voor je. En dan eens kijken of we nog een beetje... Kijk hoe cool hij is. Ik laat hem zo zien hoor. Kijk. Even kijken waar ik het knopje kan vinden. Oh, ik heb het verlangd. Ja. Wauw, die is wel heel cool. Kijk uit dat je niet aan het hout zit. Hoe cool is die? Voor op je kamer. Nou, dit is de blijste reactie die ik in een uur heb gekregen. Dus... Nee, kom maar schat, schat, dat doen we zo wel. Ik laat hem eerst wel even zien. Nou, deze heeft Sarah dus gekregen van mijn opa via mijn moeder voor de kerst. En even met 1 hand. Hij heeft dus lichtjes. Ik denk dat ik hem beter vanavond in het donker kan laten zien, want dan is hij nog mooier. Superleuk. En ik zie ondanks dat je ziek bent dat je er echt wel blij mee bent. Dus, en opa kijkt de vlog, dus dan kan je zeggen dankjewel opa. Dankjewel opa. Oh, meisje toch. Nou, weer een ziek kindje op bed gelegd. We hebben geprobeerd te eten, maar dat lukte gewoon echt niet. En nu alleen op de bank Marco is naar Rico en Badder het gevecht. Dat is vanavond, dat weet half Nederland. Ik ga weer muziek afluisteren, allemaal oude liedjes. Ik heb lekker thee met koekjes. Ik ga nu een appel eten, want ik eet echt ongezond en dat merk ik aan mijn kleding. Dat is niet goed, daar wilde ik wat aan doen. Toen bedacht ik me dat het bijna kerst en oud en nieuw is. Toen dacht ik, volgend jaar. Dus, maar dat betekent niet dat ik helemaal niks gezond is. Dus ik ga nog even een appeltje eten. En ik ga zo ook naar bed. Ik ben echt kapot. Kijk wie er komt knuffelen. En niet wegrent voor het piepje van de camera. Hi. Ben je hem aan het spinnen? Zeg maar hallo allemaal. En je hebt een vieze oogje. Nou. Mag ik niet weggaan? Dat is beter. Oké.
Ben je er gelijk klaar mee? Nee, ja, blijf maar. Hoi. Wat ga je mee? Ga je me wassen? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Lekker, hè? Ik ga lekker slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. En ik zie je morgen. Doei doei!